Hallo mensen en welkom weer bij Ewe Kiddo met een nieuwe aflevering. Genaamd Snowboard Kids. Ik heb geen idee of jullie het kennen. Ik weet het echt niet, maar ik ken het. Dat is belangrijk. En we gaan gelijk van start. Snowboard Kids, wat is het nou eigenlijk? Snowboard Kids zijn er kinderen die snowboarden. Bam! Ja, kinderen die snowboarden. Maakt er niet uit. Is lekker. Ik ben Tommy. Tommy is leuk. Tommy is dik. Hij is snel. Apart. Snel jongen die dik is. Maar ik zal het even uitleggen. Het zijn snowboard kids. Wat is het? Kinderen die snowboarden. Wat nog meer? Het zijn gewoon... Het is een snowboardspel van de Nintendo 64. Ik heb er heel veel herinneringen aan. En daarom wil ik het ook spelen. Zoals je ziet zijn er verschillende levels. Er zijn nog meer levels, maar die moet je later vrij spelen. Ik weet niet hoe lang ik deze serie wil gaan doen of wat ik ermee wil gaan doen. Maar ik dacht van, hé, weet je wat, laten we gewoon lekker beginnen. Daar kun je niet veel fout doen, denk ik. Ik zet het geluid even iets zachter. Dat scheelt meestal wel wat. Ja, maar... je hebt dus verschillende levels. Ik zal het even uitleggen. Je hebt het borden, freestyle... Dit is echt gewoon, ja, zoals het staat, slow, but easy to control. Langzaam, maar makkelijk te beheersen. Dus die zijn heel langzaam, maar je kunt er wel goed mee sturen. All around zit ertussen. En Alpine is snel, maar heel moeilijk te besturen. Ik ga voor all around. Ik vind all around makkelijker. Zoals je ziet, Alpine heeft ook maar één voorkant. En dat is lastig, want als je omdraait, dan moet je goed staan op je Alpine. Anders dan... Kun je niet goed vooruit. Dat is echt heel vervelend. En hierbij kan het wel. En hierbij maakt het ook geen drol uit hoe je staat. Dus all around. Daarom. Lekker simpel. Lekker makkelijk. Ik kan jullie vertellen. Ik heb deze game zoveel gespeeld. Echt heel veel. Ik weet niet hoe goed ik ben. Ik kan niet zeggen van. Oh ja, ik ben zo goed. Want ik ben niet goed. Het is gewoon vet lastig. Waarom heb ik eigenlijk Tommy ook gekozen? Tommy is niet fijn. Want je... Kijk, bommen kun je afschieten. Je moet oppassen dat je zelf niet geraakt wordt. Ik vind het wel heel erg leuk altijd gewoon. Oh wauw, wat is Tommy? Sloom. Oh, kom op. Tommy Dog, stel me niet teleur. Oh, die parachute is ook zo leuk. Dan word je echt helemaal gek als je daardoor geraakt wordt. Ik kies daar ook echt iemand anders. Want Tommy is niet mijn favoriet. Dat kan ik je wel vertellen. Oh, en je kunt allemaal trucs doen en zo. En geld mee verdienen. En, je hakt te laat. En dan, daar krijg je geld voor. Dan kun je nieuwe boards kopen en zo. En dat is wel echt heel erg gaaf. Je kunt ook nog special boards krijgen. Je krijgt later ook nog een ninja, een shinobi. En dat is echt lachen. Ik heb echt zoveel herinneringen aan het spel. Ik moet wel beter worden in het besturen, merk ik wel. Maar hey, dat moeten we allemaal, vind ik. Nou, soms dan lukt je truc gewoon totaal niet. Dat is ook gewoon een optie. En dit is ook een leuk. Dan vallen de pannen uit de lucht. Zo, bam, en dan was iedereen geplet. Oh, wat jammer. Oh, die zagen we niet aankomen. Of toch wel. Woehoe. Oh, yeah. Ja, nee, ik ben niet goed met Tommy. Dat kan ik al wel vertellen. Er zijn makkelijkere personages. Nee. Oh. Dat is echt vies. Dat vind ik wel echt heel vies. En ik wil nou niet zo iemand zijn die al voor je stopt. Want ik wil je gewoon laten zien hoe en wat het is. Ik denk dat ik hier wel een tijdje zoet mee ben om je... Oh, deze is leuk. Dit is een leuke ding. Dan krijg je het geld van iedereen. Ik weet niet hoeveel geld ze hebben. Niet heel veel. Valt er mee. Maar kijk, dan heb je toch wel weer wat geld. En dat is handig. Dat is heel handig met geld. Papapau, kom op. Jullie. Circles. Man, ik moet echt beter leren sturen, want het lukt gewoon niet om die bocht fatsoenlijk zo te nemen. Het gaat redelijk goed. Kom op, yes. Gelukkig. Oké, maar... Ja, dat is eigenlijk het hele basisconcept van Snowboard Kids. Gewoon snowboarden, whatever. En... Booster! Yeah! Oh yeah! Nee!
Ai, ai. En ik vind het gewoon genieten. Het is een leuk spel. Ik had al eerder verteld gisteren dat ik een hele hoop. Even kijken, een hele hoop games had die ik kon spelen op de Nintendo 64. Omdat ik met mijn Xbox controller hem aangesloten had. En dat is ook zo. Dat wordt echt genieten. Even. Hey, dat kun je doen, dan kun je zo'n bom knallen als iemand te dichtbij komt, dan wordt die geraakt. Dat is echt komisch. Samen voor die kleine trucjes. Oh, ik denk al, dat hoor ik. Maar dat is de afwasmachine. Let daar maar niet te veel op, afwasmachine. De was, droom, afwas, ja. Who cares? Volgende, wee! Oh ja, had ik al verteld dat ik nog steeds beneden aan het opnemen ben. Ho, ho, shock, shock. Allemaal de shock. Woe! Oh ja, yeah, check die trucs. Ik ben wel goed in trucs. Ja, alleen niet goed in winnen heb ik al wel weer door. Je moet gewoon op tijd beginnen met het nemen van de bocht. Dat is ook een tip. Goeie tip. Tip. Ah. En je moet niet afgesneden worden. Dat zou alles ook 10 keer zo makkelijk maken. Ho, ho, ho. Ik ben tweede. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ah, yeah. Oh ja. Yeah. Oh yeah, 4000 money's in the pocket. Oh, who's the boss? Ik in ieder geval niet, want we hebben nog steeds geen. Even kijken, je kunt het zien. We hebben Slash. Slash is overal hetzelfde. 10 jaar oud, zijn jonge kinderen, ja. Zijn heel jong, echt jong. Dus voor de pedofielen onder ons. Pas op waar je aan denkt. Dit zijn schattige meisjes van 10. Niet ouder, nee. Lijkt misschien zo, maar dat is het niet. Nee, dus nee. Maar goed, Nancy kan goed de corners en zo, de bochten en alle trucken doen. Dat is heel erg makkelijk. Ja. Ik ben echt moe. Alweer. Ik ben altijd moe. Voor de mensen die het willen weten, ik ben altijd moe. Jam, die is beter met, of minder goed met trucs, maar wel iets sneller. Linda is echt heel snel en de trucs zijn heel goed. En ja, Tommy is heel snel, maar die is echt dik. En die is niet goed in de trucs en de corner. Ik vind over het algemeen Jam altijd het fijnste, want die zit er net tussenin. Kan goede trucs. Kan snel zijn. Dus vandaar. Ik ga niet nog een keer Rocky Mountain doen. Ik ga Night Highway doen. Maar dat bewaren we voor de volgende keer. Bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet het niet te liken als je het leuk vond. Abonneer voor meer. En dan check ik jullie hopelijk weer de volgende keer. Of morgen in ieder geval. Met een nieuwe aflevering van Ik heb geen idee wat. Later.